Nadia kijkers verbaasd over strikt om jong te blijven. Eeuwig jong blijven is iets waar veel mensen over fantaseren. Dat sommige mensen heel ver gaan om er jong uit te blijven zien. Blijkt uit de nieuwste aflevering van tv-programma Nadia. In Nadia ontvangt Nadia Mousset gasten en ervaringsdeskundigen die over één bepaald thema praten. Anders dan in andere talkshows zijn er geen BN'ers te gast. Waar het op televisie nog wel eens gaat om tegenstellingen. Wil het programma juist meer begrip kweken voor ieder standpunten. Cosmetisch arts Aletta de Wit sleutelt al vanaf haar 25ste aan haar uiterlijk. Je kunt er niet omheen. Want je wilt wel een beetje weten wat je verkoopt aan je cliënten. Ik heb botox, filters, skinboosters en peelings gedaan. Ik denk dat ik mijn hele leven heb ingericht op het zo gezond mogelijk oud worden. Op de vraag wat ze dan precies doet, begint het naar eigen zeggen te duizelen. Het is namelijk heel veel. Ik doe bijvoorbeeld intermittent fasting, koude douches en ijsbaden. Ik eet heel gezond. Ik heb een test gedaan om te kijken waar ik niet goed tegen kan. Alles wat je eet wat niet goed voor je is, zorgt voor versnelde veroudering. Ik ben heel strikt met mijn dieet, yoga en meditatie. De hele rambam. Mousset is benieuwd of de Wit vindt dat de presentatrice iets moet laten doen. Maar de cosmetisch arts bijt niet. Ze vertelt cliënten altijd gerichte vragen waar diegene zich aan stoort. Ik wil geen slapende honden wakker maken als iemand er geen last van heeft. Ik wil iemand blij maken. Niet creëren zoals ik vind dat hij er mooi uitziet. De behandelingen zijn bij de Wit zelf vaak fout gegaan. Het lijkt alsof er een vloek op mij rust. Het gaat regelmatig niet helemaal naar wens, vertelt ze. Ik heb bijvoorbeeld een skinbooster behandeling gehad waar we een beetje botox doorheen hadden gedaan. Ik zei nog dat we moesten oppassen met de spieren waarmee je lacht. Maar het verhaal was dat de oplossing zodanig klein was dat het geen effect zou hebben op je lachspier en dat had het dus wel. Ik heb 3 maanden als een hamster gelachen. Ze geeft toe dat ze snapt dat de behandelingen voor sommige mensen eng zijn. Mooier maken kan lelijk uitpakken. De Wit legt uit waarom ze zoveel moeite doet om er jonger uitzien. Het is echt een luxe positie waar we in zitten dat we dit kunnen. Het laat je je goed voelen over jezelf. Als je naar jezelf in de spiegel kijkt en er staat iemand naar je te kijken die er fris en uitgerust uitziet, dan voel je je fris en uitgerust. Een man uit het publiek snapt er helemaal niets van. Ik word al moe als ik er naar luister. Wees gewoon blij met wie je bent. Ik vind over het algemeen dat mensen er ook niet veel mooier van worden. U bent een prachtige vrouw hoor, maar zonder die ingrepen was u misschien nog mooier geweest. Leef ontspannen en ik denk dat je dan ook heel gezond en prettig oud kan worden. Dan heb je dit helemaal niet nodig. Ook reacties op social media liegen er niet om. Veel mensen vinden het strikte regime van de Wit. Maar ook de strijd van de andere gasten tegen het ouder worden en sterfelijkheid. Maar tijdverspilling. Je druk maken omdat je ouder wordt. Ja, natuurlijk wordt het allemaal wat minder. Lever je in, maar als je verder gezond bent, wees dan blij dat je ouder mag worden en accepteer jezelf zoals je bent. Lijkt me knap vermoeiend om constant met de spiegel bezig te zijn, schrijft iemand. Een ander, na een week aan zeer sterke afleveringen kom ik vandaag in een stapel kwakzalverij terecht. Ook had er best wat meer tegengeluid mogen zijn, vindt een kijker. Wel een beetje jammer dat er geen plek is op het podium vandaag, voor mensen die gewoon het ouder worden voor lief nemen en ook gelukkig zijn. Bartman, Adstors Kigge, mei 11, 2023. Thomas Kolen, Atomas Vlierden, mei 11, 2023. Rob Dags, Ad Rob Dags, mei 11, 2023. Helene, Adster 62, mei 11, 2023. Suzanne, Ad Suzierieder, mei 11, 2023. Ruud Verhoef, Ad Rudolf Verhoef, mei 11, 2023. Helene Hupscher, Ad Helena Isere, mei 11, 2023. Caro B, Ad Carola BNK, mei 11, 2023. Je kunt Nadia terugkijken via NPO3.